Oké, dames en heren, geef een fantastisch applaus deze jonge mensen. Deze jonge jongens en één jong meisje dat er een lap gaat opgeven in deze wielerwedstrijd. Nu zijn ze allemaal en er wordt tempo gemaakt door het nummer 13, Ben Semmels, Hermans en advocatuur en bemiddeling Nadine Janssens. Doortocht. En we zien een demarrage van het nummer 14 en dat is moedige jongeman hier vooraan. Dat is met het nummer 14, Sting Nijers, zoon van de vader. Was dat bij de ploeg van mij? Serieus? Kom maar, Lucas. Links.
Oké. Kom aan, mate, kijk. Die jonge man. Beste sportvrienden, vier man die zich licht hebben kunnen afscheiden op dit ogenblik. Opschuiven, korter zitten, hoor. Rustig aan, hè. Kilometer per uur. De uitkomst van het euro 6. Kijken in het rond wat er gebeurt. Jongens, nog 6 rondjes voor jullie. Maak het, jongen, blijven doorgaan. Kom aan, Lucas. En dan hadden we Filip tegen Antje van der Meer. Nog 5 ronden, jongens. Het peloton dat gemengd wordt door Ben Simpels uit Nijlen. Van het peloton. Kom maar, Helge, zijn weg. Het is Ben Simpels die bijzonder actief is in deze wedstrijd. En het is Wallis de Vries die een gaatje moet laten en dat probeert recht te zetten. Zo ook deze jonge man hier met het. Kom maar nu, schoon, jong.
nog een lap op. Hij komt uit as op deze wedstrijd in... Zoals je het voor ogen had? Best wel, want ik had niet verwacht dat ik hier vandaag ging winnen. Ja. Je bent nog heel jong, je bent 12 jaar. Als je nu eens naar de toekomst kijkt, wat zou zo een grote droom zijn voor jou om ooit mee te maken als wielrenner? Een monument winnen, daar houden we aan. Later zien we misschien wel verschijnen Arto Kop op kop in de Ronde van Vlaanderen. Voilà, dankjewel Arto. Lucas van het Van Mossel Cycling Team uit Heist op den Berg. Lucas, heel sterk gesprint, maar net niet. Ja, nee, het is jammer, maar de Arto was gewoon sneller in de sprint dan mij, dus daar kunnen we niks aan doen. Ja. En welke factor bepaalde het weer vandaag? Was het te warm? Ja, toch redelijk. Ja. Redelijk warm, zo. Oké. En nu naar de kermis in Wiekenvorst misschien? Ja, misschien ook wel thuis in het zwembad springen. Oké.